Ik sta in Noordhausen, aan de zuidzijde van de Harts, op het Stationsplein. Ik wil met een beroemde trein mee, maar die komt niet aan dit station. Kwartslag draai je naar rechts. Daar staat het imposante station van de Hartser smalspoorbanen. De bestemmingen van de enige lijn van hieraf staan in steen in de gevel. Je gaat met de stoomtrein op een spoorbreedte van 100 centimeter. Normaal is het 143,5 centimeter in Europa. De HSB is wel de langste stoomspoorlijn van Duitsland. 25 stoomlocomotieven opereren op 140 kilometer spoor. Om de twee stations te onderscheiden heet het HSB-station Noordhausen Nord. De wissels worden met de hand bediend. Maar zolang dit sein nog horizontaal staat, gebeurt er niets. Ik wacht op perron 1 en zie daar toch al in de verte stoomlok aankomen om met de wagons te koppelen. Zodra ik heb plaatsgenomen, valt me op dat op een plankje onder het raam het hele routenet is ingebrand. Met mijn gsm meet ik na een paar kilometer een duizelingwekkende snelheid. De trein gaat enkele tientallen kilometers door vlak land tot aan het station Draai aan den Höhe. Daar splitst een spoor zich af van de doorgaande lijn en ik stap over te gaan klimmen naar de hoogste berg van Noord- en Midden-Duitsland, de Brockenberg. Maar eerst moet de lok extra water tappen, want anders redt hij het niet. De lok heeft inmiddels aan de andere kant van de trein gekoppeld en ik rijd nu in tegengestelde richting tot ons spoor afbuigt.
dan slaat de schrik om het hart. Door klimaatinvloeden verzwakte het bomenbestand en kon de letterzetter, een soort schorskever, toeslaan. Vreselijk. Ons einddoel is de Brokkenberg, destijds zeer dicht op de grens van Oost- en West-Duitsland. De hoge berg biedt een ver uitzicht in alle richtingen en daarom bleef deze bergtop tot 1991 Russisch gebied. Een afluisterpost van de Russische geheime dienst. Nu staat er nog steeds zend- en radarapparatuur, maar ook een museum met informatie over de spionageactiviteiten. Even eerder was dichter Goethe hier en hij nam de berg op in zijn Faust. Hard en vlijtig werken wordt beloond met de allermooiste prijs. In de Walpurgisnacht laat hij hier alle heksen uit de omgeving verzamelen. Ieder jaar op 30 april komen ze nu nog, maar dan met de trein, waarmee ik nu weer afreis.